Ja, voorzitter. Het heeft ook een beetje te maken met de rondvraag. Dus ik pak maar even die rondvraag. Voorzitter, de afgelopen maanden is mij regelmatig de vraag gesteld of ik doorga en beschikbaar ben voor de volgende periode. Een vraag waar ik zelf ook al enige tijd mee bezig was en ook veel mee bezig ben. Vanaf 2006 heb ik mij met hart en ziel ingezet voor deze gemeente. Eerst als raadslid en de afgelopen jaren heb ik dat mogen doen als wethouder. Dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Maar het was ook een hele intensieve tijd. 11 jaar lang veel avonden en weekenden bezet zijn, is een erg lange tijd. Zowel voor mezelf, maar zeker ook voor mijn gezin met 2 jonge kinderen. En voorzitter, dat besef heeft mij doen besluiten dat ik toe ben aan een nieuwe stap. Ik wil de ruimte nemen om de komende tijd mij hierop te oriënteren. En voor mijn gevoel lukt dat niet in mijn functie als wethouder. Want die wil ik op een goede manier invullen en met volle overtuiging doen. En daarom heb ik besloten om nu per direct mijn ambt neer te leggen. De komende weken neem ik graag in een andere setting afscheid van u. Ik wil u nu alvast bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. En ik ben heel blij en heel trots met de wetenschap dat ons geest vanuit een zelfbewuste houding de toekomst tegemoet gaat. Dank u. Dank u wel. Ja, ik zeg wethouder dan nog maar even, denk ik. Ja, met vanuit deze commissie denk ik waardering voor u over een duidelijke mededeling. En ook denk ik genoeg gelegenheid voor afscheid van gemakkelijkheid. Dus daar komt het nu niet voldoende uit om dat te doen, denk ik. Maar daar zult u al foto's hiermee. Maar misschien wel meer commissieleden. Ja, voorzitter. Ik vraag ook daar een debat over moeten gaan voeren. Voorzitter. Meneer Vassoel, heeft u een punt van orde? Of ik zou graag een woord willen als het mag. Ik kijk even omheen. Kunt u graag even wat voor kracht het schenkpunt voor orde, dus we wilt gewoon reageren op de uitspraak van de wethouder. Er zijn ook weer mensen die dat doen, want ik denk dat het toch bij vanuit het pakken om dat woordje te doen. Ik hoop wel dat we dat om voor 12 dan wel af kunnen gaan. Voorzitter, het lijkt mij een hele zorgwekkende mededeling. Wij kijken naar het vertrek van mevrouw Tunjan per 1 december, maar direct het vertrek van de wethouder de Boer. Op dit moment met binnenkort de begrotingsraad op de agenda, daar word ik echt heel zenuwachtig van. En ik zou graag willen weten waarom niet nog de begrotingsraad of daar een redelijke termijn op gezet wordt. En ik denk dat we dat eigenlijk wel mogen hebben toen we net hangen. Dank u wel. Ik kijk verder in het rijtje. Ik denk dat we maar reacties bezorgen en neutraliseren en dan de wethouder kort de gelegenheid heeft te reageren, maar dan daarbij moeten houden, denk ik. Jeff Dutzwijk, wilt u nog reageren? Ja, maar mag ik een mondje naaien? Dank u wel. Ja, ik wil vooral wethouder Den Boer hartelijk danken voor zijn vele jaren van inzet. Volgens mij meer dan 11 jaar, dat is nogal een tijd. Ik vind het heel spijtig en jammer, maar ik respecteer wat u nu vertelt. Volgens mij is dat ook het enige wat we kunnen doen. Dus ik wens hem heel veel succes in de volgende dingen die hij gaat doen. En ik dank nogmaals voor zijn vertoon als inzet. Meneer Dessel, hartelijk succes. Dank u wel, meneer de voorzitter. Onverwacht, het is ook een mededeling waarvan je wel dit parlementje stil kan krijgen, denk ik. Ik denk dat ik dan ook niet te veel woorden kan leiden aan die mededeling, waar ik graag nog even over na wil denken, want het ziet er naar uit dat er een prachtig product komt te liggen, wat we in november met z'n allen gaan spreken, waar we ongetwijfeld heel hard aan het gewerkt. Ik hoop niet dat dat de belangrijkste aanleiding en reden is om te zeggen van ik heb er zo hard aan gewerkt, nou maar even pauze, maar op voorhand heel veel succes. Ik realiseer me ook wat lokaal naar voren brengt. Ik moet daar echt nog even over nadenken. Ik vind het een lastige opgave om zonder onze minister van Financiën te moeten praten over hoe het hier allemaal moet.
Dat staat tegen nog. U hebt het over ministers, ik heb zeker geen ambitie. Ik hoor wel eens wat, maar niet alles. Maar natuurlijk respecteer ik het. Ik vind het een enorme stap. Ik had het niet verwacht. En veel wijsheid. Dank u wel. Meneer Van Tol, gaat gewoon. Ja, voorzitter en wethouder. Pro heeft natuurlijk met enige verbazing kennis genomen van de mededeling. Dat neemt niet weg dat ik niets meer kan dan uw persoonlijke afweging te respecteren. Daar zult u lang genoeg over nagedacht hebben. Daar heb ik respect voor wat u bij mijn afweging heeft meegenomen. De zorg voor je familie is zo ongeveer het belangrijkste wat een mens kan hebben. Dus wat dat betreft niets meer dan begrip dat u tot zo'n afweging komt. Tegelijkertijd, en dat zullen we met elkaar wel op een korte termijn moeten bespreken. Het wordt wel erg leeg in het college. De heer Van der Weele wees al op, we hebben een begroting. We hebben net een afspraak gemaakt, daar hadden we ook vanuit mijn stond met elkaar gesproken. Kortom, er ligt nogal wat voor de komende maanden. Ik wacht met meer dan grote belangstelling een besluit ook vanuit de. Ja, laten we zeggen, de restanten van het college af en de coalitiepartijen, want er zal toch wel wat moeten gebeuren. Ik kan me moeilijk voorstellen dat alleen de heer Jens en de wethouder van Hart voor ons geest het schip op koers zullen houden. Dat zou toch wel erg voorbeeld vinden. Kortom, er zal op korte termijn wel helderheid moeten komen. Dat is. Dat is ook wel duidelijk, maar dat staat los van het respect wat we ook naar de nu hebben. Dank u wel, meneer Spaak. Voorzitter, dank u wel. Een onverwachte mededeling, kan ik echt wel zeggen. Maar ook wat de heer Van Tongelen heeft gezegd net, ik denk dat u die afweging, dat u daar heel goed over heeft nagedacht. Dat u dat niet zomaar even heeft besloten. Dus daar heeft u hele goede redenen voor. En dat respecteer ik. Ik weet ook dat u noemde het al, gezin, jonge kinderen. Dat is je basis. De wederzijdse steun en steuning moet er zijn. En natuurlijk is die er. Maar dat vraagt ook soms offers en politiek. Een hele volle werkweek bezorgen. Met stressmomenten en dan een jong gezin, dat is pittig. En laten we zeggen, u heeft heel wat huiswerk moeten doen afgelopen jaren om uw geest uit de financiële ellende te meten. U heeft nu een begroting gestuurd naar de Raad. Ik denk dat dat de meest solide begroting is sinds jaren. Daar staat ook uw handtekening onder. En dat is eigenlijk een afscheidscadeau aan uw geest. Ik denk dat je geen mooi afscheidscadeau kunt geven als wethouder van Financiën. Daarvoor. Alle respect en dank wat u heeft gedaan voor het dorp en ik nog. Dank u wel, meneer Spaarma. Meneer Koffer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook voor mij was dit een grote verrassing. Ik heb niet precies gehoord aan welke datum de wethouder zelf denkt dat hij een punt achter zet. Dat is dan nu zelfs. Dus dat is dus vandaag. Dat is een grote verrassing. Ik had eigenlijk net in mijn achterhoofd van, kijk, de gemeente moet natuurlijk ook gestuurd worden. De gemeentefonds wezen daar, treffen natuurlijk op en maken zich daar zorgen over.
ik ook. Dus in mijn achterhoofd zat zoiets van eigenlijk toch een soort beroep doen, zeg maar, van kan de termijn nog worden afgemaakt. Maar ik zag net eigenlijk aan u dat die keuze eigenlijk toch tamelijk definitief is. Dus dat heeft dan denk ik geen zin dat ik dat zo'n beroep mag doen, dat ik het dan even doen. Afweging die u daarbij heeft, die respecteer ik uiteraard. Komt wel als een grote verrassing. Denk ik voor ons valt al eigenlijk al van het grootste cadeau. En dat moment komt voor mij dan later nog dat ik u dank ga zeggen, zeg maar, voor uw inzet. Want die was er zeker, zonder meer. We moeten later even kijken hoe dit zich verder wel ontwikkelt inderdaad. Het is een groot aandachtspunt natuurlijk de komende tijd, hoe we dat gaan doen. Maar in ieder geval dank voor uw woorden. Dank u wel, ja. Als ik dat mag samenvatten, dat we met z'n allen heel veel respect hebben voor de persoonlijke afweging en de keuze die u daar maakt. En dat wij natuurlijk ook met z'n allen zorgen hebben over wat dat betekent voor de continuïteit van het bestuur van onze gemeente. Maar goed, daar komen we met elkaar uit, want daar zijn wij voor. En ik weet niet of u nog hierover reageert of dat u denkt, ik hou het liever hierbij. Dan hou ik hierbij en dan. Mag ik u nog een handgeven? Laten we 12 uur praten.